Ik ben begonnen als sociaal-economisch historicus. Ik heb eerst gestudeerd aan de VUB in Brussel en daarna in Italië, in Firenze, van het Europees Universitair Instituut. En heb een doctoraat geschreven en dat was nog echt in de trant van de klassieke kwantitatieve sociaal-economische geschiedenis van de jaren 80. Dus ik was eigenlijk op dat moment helemaal niet van plan om over de Eerste Wereldoorlog te werken. Na Firenze, kon ik niet meer terug naar België. Dat was zo in die jaren. Als je wegging, kon je heel moeilijk weer terug. Maar gelukkig kon ik toen een loopbaan beginnen in Nederland. Ik ben eerst naar Amsterdam gegaan en daarna had ik een baan in Leiden. Gaf ik les in Leiden. En toen ben ik begonnen aan het boek over de Eerste Wereldoorlog. Maar in de tussentijd heeft mijn leven weer een andere wending genomen en ben ik naar de Verenigde Staten gegaan. En in mijn eerste jaar in de States heb ik dat boek ook afgewerkt. Zo komt het dus dat ik eigenlijk een boek ben beginnen schrijven, heb geschreven over België in 1418. Hoewel ik eigenlijk sinds 1983 niet meer in België woon. Maar ik vond dat wel een zekere vrijheid hebben, want je kan kiezen welke de invloeden zijn die je opneemt. Je kan je invalshoek kiezen. En je kon vooral een wat groter onderwerp nemen. Want in die tijd hoorde je werkelijk niet een zo groot onderwerp aan te pakken als historicus in België. Ik weet helemaal zeker dat als ik al die tijd in België was gebleven, dan had ik dat boek eenvoudigweg nooit kunnen schrijven. Wat schoolvorming betreft over de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog kan ik vrij duidelijk zijn. Op het moment dat ik met mijn boek begon, was er niet zo heel veel. Dus je had het boek van Henri Pirenne van 1928 en je had de studie van Lode Wils van Leuven over de Vlamenpolitiek. En beide boeken hebben mij, mag ik wel zeggen, buitengewoon beïnvloed, omdat ze helemaal ingingen tegen wat ik dacht dat het geval was. Als zoveel mensen die in Vlaanderen school hebben gelopen en werd je toch min of meer beïnvloed door een soort amalgaam van mythes over de Eerste Wereldoorlog. Met name dat die oorlog het slachtofferschap van de Vlamingen veel meer zou hebben verdiept. En dat werd nooit echt zo op papier gezet, maar er werd vanuit gegaan dat dat zo was. Bijvoorbeeld de mythe dat aan de IJzer de Vlaamse soldaten stierven omdat ze de Franse bevelen niet begrepen. Ik ging er gewoon vanuit, omdat ik nooit anders had gehoord, dat dat waar was. Dus ik was verbaasd toen ik merkte dat dat en nog vele dingen erbij, dat dat een mythe was. Maar in die tijd, dat was zo ongeveer het voornaamste wat er bestond. Verder had je niet zo heel veel historici die actief bezig waren met de Eerste Wereldoorlog. Maar gelukkig is dat nu helemaal anders. En in de mate waarin je... Ik denk niet dat je op dit moment echt scholen hebt. Je hebt in elk geval niet echt tegenovergestelde kampen. Hoewel ik denk wel dat je impliciet een kleine tweedeling hebt tussen die mensen voor wie België toch een lotsgemeenschap is. En die mensen die vooral de breuklijnen willen ontwaren in die samenleving in oorlogstijd. En het is net een iets andere invalshoek. Je kijkt er net iets anders heuristisch tegenaan. Maar uiteindelijk heb je niet twee echt elkaar naar het leven staande kampen. Toen ik begonnen ben aan dit werk... ik was zoals iedereen beïnvloed door een bepaalde amalgaam van voorstellingen van de Eerste Wereldoorlog. Waarvan je denkt, dat zal wel zo gebeurd zijn, omdat ik nooit iets anders had gehoord. Dus het slachtofferschap van de gewone soldaat, maar dan nog veel meer het slachtofferschap van de Vlamingen, die in de loopgraven
massaal stierven omdat zij de Franse bevelen niet begrepen. Ik wist niet beter dan dat dat allemaal waar was. Ik moet er wel bij zeggen, ik ben een product van de hervorming van het geschiedenisonderwijs. Dus mag ik rustig zeggen dat ik in 6 jaar middelbare school helemaal geen geschiedenis heb geleerd. Want het geschiedenisonderwijs was in die tijd er wel helemaal uit hervormd. Dat was heel clever gedaan. Dus wij leerden, mag ik wel zeggen, in het geheel niets. Dus ik wist ook in het geheel niets. En toen ik ben gaan studeren, de Eerste Wereldoorlog, dat gold niet echt als een... Dat was een parenthese, dat was niet echt interessant. Kortom, ik wist eigenlijk heel weinig toen ik eraan begon. Maar ja, je krijgt allerlei dingen mee. En een daarvan is dus die mythe van de Vlaamse soldaten die... stierven om dat. Dus wie schetst mijn verbazing toen ik merkte dat dit en nog een hoop andere mythes waren. Dus dat was wel interessant. Maar wat je deconstrueert is dus niet een historiografie, want dat is nooit als historiografie op papier gezet natuurlijk, maar je deconstrueert toch wel een hele hoop voorstellingen die op de een of andere manier toch door het collectieve geheugen waren, aan het rondwaren zijn. En dat was wel interessant om te doen. Ik ben er niet van uitgegaan. Ik ben niet naar dit onderwerp toegegaan vanuit het idee, kijk, nu gaan we eens fijn deconstrueren en we gaan er eens dynamiet onder leggen. Dat was helemaal niet mijn bedoeling. Maar goed, dan merkte ik dat bepaalde dingen toch net iets genuanceerder waren. Ik wil daarmee niet ontkennen dat er een grotesk taalonrecht was aan de ijzer. Maar je kan dat zeggen zonder op mythes te hoeven terugvallen. En het taalregime, zowel in het bezette land als aan de ijzer, dat kan je op een veel complexere manier en eigenlijk een veel interessantere manier kan je dat beschrijven. Je kan dat beschrijven op een manier die meer overeenkomt met een soort diepe sociale en culturele geschiedenis, waar je dus de ruimte geeft aan dingen als snobisme, dingen... Je kan het veel subtieler doen dan op die bordkartonnen manier die ons vaak toch wel werd voorgesteld. Dus in die zin graaf je gewoon dieper en je komt, naar mijn gevoel toch, tot een veel geloofwaardiger beeld. Hetgeen dus, om maar te zeggen dat ik er niet aan begonnen ben vanuit het idee dat ik eens de hele zaak ging opblazen. Maar je komt tot een complexer, afgeronder, geloofwaardiger, genuanceerder beeld, waar je niet zo 1, 2, 3 wit en zwart onmiddellijk kan onderscheiden. Waar stond België internationaal voor de Eerste Wereldoorlog? België had een heel specifieke positie. Niet helemaal zo verschillend van Nederland bijvoorbeeld, in die zin dat beide neutrale staten waren, maar met een groot overzees rijk. Die puissant rijk waren geworden. Vooral België was op dat moment de vijfde handelsmacht ter wereld. Maar altijd vanuit het idee dat het zich nooit bij een van beide kampen zou voegen. En dat hoorde ook zo. Het was een kleine staat die niet tot de tanden gewapend was en dat ook niet wilde zijn. Maar die toch erg hield aan zijn onafhankelijkheid. En die werd dan gegarandeerd door de neutraliteit. Nu, is dat altijd een beetje zo geweest? Eigenlijk al sinds de middeleeuwen. Die regio van steden, de lage landen in zijn algemeenheid, hebben nooit bij een grote rijk niet werkelijk gehoord. Omdat het zo'n cluster van steden was. Wel nu, dat was in 1905, 1914 nog altijd zo. Er wordt wel eens vergeten dat het in de Eerste Wereldoorlog ook ging om de internationale rechtsorde. Om het idee dat een staat niet het recht heeft om de kaart van Europa te hertekenen, alleen omdat die staat daartoe de macht heeft. Dat was een vrij sterke gedachte. Het idee dat, kijk, in dit geval dus het keizerlijke Duitsland, de kaart van Europa kon hertekenen, omdat die staat daartoe de macht had. Dat is iets wat heel sterk werd aangevoeld als een misdaad.
En België heeft daarin een heel specifieke rol, omdat België natuurlijk, omdat het een neutraal land was, geweigerd heeft om de Duitse legers vrije doorgang te verlenen naar Frankrijk. Dat hoorde zo voor een neutraal land. Maar ondertussen leverde het land zich wel uit aan het grootst mogelijke gevaar. En daardoor had België een bepaald aura. Nu, dat was heel belangrijk in 1914. Bleef het ook wel de hele oorlog door. Maar natuurlijk met de tijd, het martelaarschap van België, dat verbleekt een beetje bij de hecatombe in alle legers. Bij de honderden, duizenden, miljoenen dode soldaten in alle legers. Dus dan, ja, dat was de oorspronkelijke aanleiding voor de oorlog. Blijft nog steeds symbolisch een heel belangrijk punt. Maar goed, ja, op een gegeven moment gaat het om de kwantiteit. En ja, dan op dat moment blijft België als het ware een beetje ten achter. Wij hebben 40.000 dode soldaten te betreuren. Dat is heel veel. Maar dat is natuurlijk, het valt in het niet bij wat Frankrijk, bij wat Engeland hebben geleden. In België heb je 1 op de 50 mannen van weerbare leeftijd die zijn gesneuveld. En in Frankrijk is dat 1 op de 6. Dus bij gevolg, als het dan erop aankomt om de vredesonderhandelingen te sluiten, ja, dan de Belgische delegatie krijgt niet helemaal waar zij om heeft gevraagd. Omdat in de balans van het offer weegt België toch net iets minder zwaar op dat moment. Wat dus in België voor grote teleurstelling zorgt. Omdat men ook niet wil zien, internationaal is er niet zoveel begrip voor de speciale problemen van een land dat 4 jaar lang bezet is geweest, uitgezogen, ontmanteld, de infrastructuur, waar dus de hele economie werkelijk een zware deuk heeft gekregen. Terwijl in andere landen, die zijn kunnen overgaan op een oorlogseconomie, wat de zware industrie bijvoorbeeld veel goed heeft gedaan, cynisch genoeg. Maar dat heb je in België dus niet. Daar is de staalindustrie is vrijwel ontmanteld. Een heel deel infrastructuur is gewoon weg. Dus België moet onmiddellijk weer opbouwen en krijgt daartoe toch niet de benodigde gelden. Dus de verbittering is groot op dat moment, in 1918. De oorlogservaring van België is in die zin een beetje anders dan die van andere landen. Wat je elders hebt is het front en het thuisfront. Maar in België is natuurlijk bezet, bijna volledig. Dus je hebt een bezettingservaring, dat is één ding. Maar verder is het ook zo dat het gros van de Belgen, ook de mannen van militaire leeftijd, dat die niet aan het front staan. Als je bijvoorbeeld vergelijkt, in Frankrijk zit je bij de 90%, Duitsland ook, Engeland is wat minder, maar toch nog altijd bij de 60%. Wel nu, in België is dat 20%, dat is 1 op de 5. Dus 80% van de mannen zijn niet aan het front, zijn ofwel als vluchteling in het buitenland of zijn als bezette burger in het binnenland. Dus een hele andere ervaring die eigenlijk veel meer lijkt op de ervaring van een groot deel van Europa in de Tweede Wereldoorlog. Het is een beetje een voorafschaduwing. Alleen op dat moment is dat een marginale ervaring. Maar wel belangrijk om te bekijken van ja, hoe ziet een bezetting in 1418 eruit? Wat is de dynamiek van het geweld? Wat is de dynamiek van de dwang? Hoe verhoudt de burgerbevolking zich? Wat doet de elite? Welke vormen van modus vivendi heb je? Welke vormen heb je niet? Dus het is een ander verhaal. Dus het kijken naar België in de Eerste Wereldoorlog is meer dan ja, nog een nationaal voorbeeld meer. Nee, het is eigenlijk een hele andere oorlogservaring. Ook een andere oorlogservaring voor het front. Want het is een van de weinige legers die totaal geen contact heeft met het thuisfront. Omdat het thuisfront bezet is. Ja. Dus het is een verweest leger dat daar 4 jaar lang eigenlijk zonder contact met thuis zit oorlog te voeren. Dus er zijn bepaalde aspecten die je kan bekijken waar je moet zeggen, ja, de oorlogservaring van België biedt hier inzicht in heel andere ervaringen dan waar we aan gewend zijn als we denken aan 1418. De cultuur van de heldhaftigheid in België is in veel hogere mate een cultuur van de burgerlijke held. Van de spion, van diegene die zich bijvoorbeeld heeft ingezet voor de sluikpers, de clandestine pers. Ook heel interessant, uniek. Je hebt andere landen in Europa of delen van Europa die zijn bezet. Noord-Frankrijk natuurlijk, Polen,
de Baltische gebieden, Servië. Maar alleen in België heb je een hele bloeiende sluikpers. Met meer dan 70 verschillende tijdschriften, maar ook verder met spotprenten en gedichten en weet ik veel. En dat zijn hele netwerken die daarvoor gemobiliseerd zijn. Dus mensen die zich daarmee bezighouden. Dat is heel veel werk, dat is gevaarlijk werk. Je werd er niet voor terechtgesteld, maar je werd wel naar de gevangenis gevoerd. En er waren er die dat niet overleefden. Dus het was eigenlijk wel heel gevaarlijk werk. België is daarin uniek, dus je krijgt een intense patriotische cultuur rondom die sluikpers die dus in stand moet gehouden worden. En na de oorlog, die mensen die zich daarvoor hebben ingezet, dat worden helden. Dus je krijgt een zeer specifieke vorm van heldhaftigheid rondom het idee van de held die eigenlijk altijd burger is gebleven. De geschiedenis van de Vlaamse beweging in 1418 is ook weer heel specifiek, beïnvloed door het brute feit van de bezetting. Wat daarbij vooral van belang is, is te bedenken dat er dus een heel deel mannen van weerbare leeftijd zijn in het bezette land. En die hebben niet echt een rol. En wat dat voor sommigen heeft betekend, is dat zij absoluut een daad wilden stellen. En de bezetter heeft hun daartoe bepaalde horizonten geboden, met name bijvoorbeeld het scheppen in volle oorlogstijd van een universiteit in Gent, die heel veel jonge mannen voorkwam alsof dat was een horizon, daar konden ze een daad stellen, konden ze eindelijk in actie schieten. Hoewel dat natuurlijk een vorm van collaboratie was. Maar juist omdat het door de omgeving niet altijd werd geapprecieerd, gold dat dan als een daad van moed. En eenmaal die daad was gesteld, moet je dat dan rechtvaardigen, moet je duidelijk maken van nee, het gaat hier niet om collaboratie, het gaat hier niet om gebruik maken van een situatie waar anderen onder lijden. Met andere woorden, het gaat hier niet om profitariaat. Nee, het gaat om een daad stellen, het gaat om heldhaftigheid. Dus je hebt een soort contrapatriotisme dat zich gaat ontwikkelen, een cultuur van rechtvaardiging van die keuze die zich zal ontwikkelen. En daar komt dan een zeer heftig anti-belgicistische cultuur uit naar voren, die dan ook na de oorlog zal blijven bestaan. In de jaren 20 en die dan zal versterkt worden in de jaren 30 en die dan ook meteen zal leiden tot de keuze voor de collaboratie in de jaren 40. Niet bij allemaal, maar bij velen. Dus je krijgt een soort substraat van ressentiment, van hele diepe wrok en die komt voor uit de bepaalde keuzes die worden gemaakt in de eerste bezetting. Dus het is niet zo dat anti-Belgicisme altijd al besloten was in de Vlaamse beweging. Wat dat betreft kan ik professor Lode Wils van Leuven geheel en al bijtreden. Hij is de eerste die dat naar voren heeft gebracht als deze. En hoe meer je kijkt naar de bronnen in België, de bronnen in Duitsland, hoe meer die deze bewaarheid blijkt. 2014... is het jaar van de eeuwherdenking en we hebben de musea, we hebben de manifestaties, we hebben een hoop dingen en dat is allemaal een hele goede zaak. En er is iets wat zelfs nog beter is dan dat. Ik denk dat wij echt kijken naar een structurele opening van het geschiedenisveld en naar een structurele vorming van een expertise van historici hier in dit land. En werkelijk aan beide zijden van de taalgrens, die in die zin nauwelijks nog een grens is. Dus je hebt bijvoorbeeld mensen, om maar één voorbeeld te noemen, je hebt aan beide zijden mensen die zich buigen over het vraagstuk van de spionage in het bezette België, bijvoorbeeld. Je hebt aan beide zijden mensen die kijken naar de voedselvoorziening. En zo nog allerlei thema's meer, die lange tijd braak zijn blijven liggen. En tegelijkertijd wordt er ook structureel nu worden de voorwaarden geschapen waarmee men aan de slag kan. Dus de bronnen zijn veel, veel meer ontsloten dan vroeger. Ik herinner me nog de tijd toen ik aan dit boek begon. Waren er echt een hoop dingen. Daar moest je heel hard naar zoeken. En je kreeg ook vaak te horen, nee, dat is er niet. En dan zocht je een eind verder, dan was het er eigenlijk wel. Maar dat lag dan in een verdoken hoekje van de bibliotheek of het archief. En niemand was daar ooit bij stil blijven staan. Ik herinner me zelfs dat ik in de Koninklijke Bibliotheek vroeg naar La Libre Belgique.
In oorlogstijd. En dat was natuurlijk de sluikkrant, de clandestine krant. Daarom heette het ook La Libre Belgique, was een ondergrondse krant. En zo beroemd dat het zelfs in de New York Times stond. Dat was een titel in de New York Times. The little paper that annoys the Germans. Dus ik vroeg daarnaar in de Koninklijke Bibliotheek en toen kreeg ik te horen... Ja, maar nee. La Libre Belgique, dat bestaat pas sinds 1919. Toen dacht ik, dit is de meest beroemde clandestine krant van heel de Eerste Wereldoorlog. Maar in die tijd, heel lang geleden dus, jaren 90, in die tijd wist men zelfs bij de Koninklijke Bibliotheek niet dat dat er was. Dus zo'n fenomeen. Nu is dat wel anders. Nu is die, ik heb hem toen ergens anders gevonden, die krant. En ik heb hem toen helemaal bestudeerd. Maar, en nu is dat natuurlijk veel beter. Nu is die ook digitaal beschikbaar. Maar men komt van ver. Er zijn heel veel dingen die lange tijd... het was vergeten. En dat werd dan ook niet belangrijk gevonden. Zonder bronnen heb je geen historicus. Dat is heel simpel. Als je niet de bronnen hebt, de getuigenissen, dan kan je niks, dan kan je niks doen. Maar wij zoeken steeds verder naar bronnen. Er zijn een hoop dingen waar je vroeger misschien iets minder naar keek. Een hele tijd was de geschiedenis, was de studie van de grote documenten, de diplomatieke documenten, de belangrijke mensen die naar elkaar schreven, de verdragen, de geheime verdragen en ga zo maar door. Maar daar is sinds de jaren 60 en in steeds verhevigder mate... zijn daar de bescheiden bronnen bijgekomen. De dorpsverslagen, de frontblaadjes, de brieven van de soldaten, maar ook de brieven van hun echtgenotes. Daar wordt nu ook naar gekeken. De dagboeken van het thuisfront en ga zo maar door. Ik zal één voorbeeld geven, voor het bezette land dan. De parochieverslagen, dus voor alle parochies van België, werd een verslag opgesteld door de pastoor. Over 1418. En daar kan je een hoop dingen uithalen. Je kan er natuurlijk ook uithalen iets over de lens waardoor zo'n pastoor dan keek. Om de oorlogsgebeurtenissen in zijn eigen dorp te bekijken. Dat was vaak een vertekenende lens. Maar hoe dan ook kan je daar een hoop uithalen. En we schieten een heel eind op. Die parochieverslagen die zijn nu online gesteld. Die zijn digitaal. Beschikbaar. Dat wordt trouwens morgen voorgesteld in het aartsbisschoppelijk archief in Mechelen. Dus hoera. Dus wij zijn als historici, schieten wij een heel eind op, omdat steeds meer van die verborgen bronnen, die verdoken bronnen, die hele bescheiden dingen, vaak zijn dat gewoon flarden, dat zijn subalterne dingen, dat zijn geen grote bronnen, dat zijn geen elite bronnen. En vaak, het is heel lange tijd moeilijk geweest om eraan te geraken. En nu worden die steeds meer opgediept, opgedoken, ontsloten, maken steeds meer deel uit van het collectieve geheugen. Maar zonder die bronnen kan je niets. Maar je moet er wel bij zeggen dat je die bronnen nooit zomaar kan lezen. Ze zeggen vaak, je moet vaak tussen de lijnen doorlezen, zoals een antropoloog naar de cultuur moet kijken. Dus je kan er niet van uitgaan dat als iets letterlijk zo geschreven is... Ja, dan is het ook wel zo. Vaak is het door een lens. Of moet je kijken naar het taalgebruik. Moet je kijken naar wat er niet wordt gezegd. Dat is ook altijd heel belangrijk. Zoals men zegt, les non-dits. Heel belangrijk. Wat wordt er niet gezegd? Wat wordt er niet uitgedrukt? Welk taalgebruik? Dus. Maar zonder die bronnen kan je inderdaad niets aanvangen. Wat oorlogsmusea betreft, mijn favoriete oorlogsmuseum in Europa, in West-Europa, is het Historial de la Grande Guerre in Perron, omdat dat een hele afstandelijke museografie hanteert. Vanuit het idee, wij weten niet precies wat de cultuur was in de loopgraven, de belevenis van de loopgraven, de mentaliteit, ook niet aan het thuisfront. Wij weten dat niet en het past ons om daar een afstand toe te bewaren. Wij kunnen dat mysterie niet doorgronden, dus het past ons ook om daar op een eerbiedige afstand van te blijven staan. Dus je hebt die witte zalen, je hebt die hele sobere opstellingen. Er wordt je niet onmiddellijk gezegd wat je hoort te denken.
ik hou daar wel van. Ik vind zelf ook als historicus, probeer duidelijk te maken wat je niet weet. En probeer er niet meteen emoties bovenop te leggen en een soort geregimenteerd verhaal op te dringen. Dus ik vind dat juist in het elliptische, juist in het abstracte, juist in de afstand uit zich de emotie. Dat zie je in de beste gedichten ook. De beste gedichten zijn degene die je niet overladen met emotie, die je niet voorschrijven dat je nu, hier, onmiddellijk ontroerd moet zijn. En ik vind dat bij musea idem dito. Ik wil liever niet overladen worden met auditieve en wat dan ook indrukken. Ik hou het liever afstandelijk. Maar goed, je moet wel duiden natuurlijk. Didactisch mag wel. Ik vind niet dat je gewoon dingen moet laten zien en dan moet iedereen maar voor zichzelf uitmaken wat het is en wat het voorstelt. Je mag wel didactisch zijn. Maar het is een moeilijke balans. Maar op zich hou ik wel meer van een meer afstandelijke aanpak. En toch vooral niet in de huid gaan kruipen van dat je dan als weldoorvoede burger van de 21ste eeuw in de huid gaat kruipen van ik heb het daar eerlijk gezegd moeilijk mee. Tenzij je, laten we zeggen, een hele goede film hebt of een hele goede televisieserie, die willen nog wel eens lukken. Al heb je er eigenlijk niet zoveel. Ik ken heel weinig films of televisieseries over de Eerste Wereldoorlog die mij overtuigen. Dus wat mij betreft, als historicus hou ik meer van afstand. Maar ik hou wel van historische romans en het mag van mij, fictie kan, maar het is een heel moeilijke balans. Dus het moet fictie zijn die weet afstand te bewaren. En die niet probeert voor te schrijven wat men voelen moet. Het dominante beeld vandaag van 1418, wat je ziet in musea, wat je ziet in stripverhalen, wat je ziet in films, wat je ziet in musicals tegenwoordig zelfs. Het dominante beeld is dat van een oorlog die nergens over ging. Een absurde oorlog waar een hele generatie werd geslachtofferd om niets. En een oorlog waar de soldaten onder dwang naartoe werden gevoerd. Een soort heel langgerekte slachtbank. En dat is een voorstelling die al heel oud is. Die is eigenlijk 10 jaar na de Eerste Wereldoorlog is die naar voren gekomen bij de verschijning van Im Westen nichts Neues van Erich Maria Remarque in 1928. En dat was niet alleen het best verkopende Duitse oorlogsboek. Dat was niet alleen het best verkopende oorlogsboek. Dat was het best verkopende boek aller tijden toen het uitkwam. Er was nog nooit zo'n verkoopsfenomeen geweest. Het was een explosie. En Im Westen nichts Neues, trouwens een hele grote roman, maar heeft voor altijd het beeld van de Eerste Wereldoorlog als een absurde oorlog ingang doen vinden. En ja, dat beeld is nog altijd met ons. En dat beeld, denk ik, is ook nuttig, is ook politiek volstrekt bewonderenswaardig. Ik heb daar absoluut niets tegenin te brengen. Maar als historicus heb je de plicht om te zeggen, ja, maar die oorlog kan als absurd worden aangevoerd, maar degenen die hem voerden, degenen die hem vochten, zagen hem niet als absurd. En daar komt nog eens bij dat vanaf het moment dat je ziet dat het ook een oorlog is om invasie en dus om bevrijding van het grondgebied, ja, dan wordt het al veel minder een absurde oorlog. Ja, je hebt tegenwoordig die bestseller van Christopher Clark, De Slaapwandelaars. Goed boek. Maar slaapwandelaars vind ik een heel geladen term. Ten slotte is er één partij die haar weg heeft geslaapwandeld op het territorium van een andere partij. Nu, je kan toegeven dat het geweld gruwelijk was en dat die generatie op een bepaalde manier wel degelijk is geslachtofferd. Ik denk dat er niemand is die de gruwel zal ontkennen.
Maar je kan die Eerste Wereldoorlog niet begrijpen als je er tegenaan gaat vanuit zo'n radicaal pacifistisch standpunt. Dus je kan radicaal pacifist zijn, maar als historicus is dat heuristisch niet erg, krijg je daar niet erg veel inzicht mee. Als historicus moet je ervan uitgaan dat toch een groot deel van die soldaten, dat die de oorlog op een bepaalde manier onderschreven. Dat betekent niet dat zij een bepaald hoera-patriotisme aanhingen. Dat betekent niet dat zij het geweldig naar hun zin hadden in de loopgraven. Wel in tegendeel. Het betekent een hoop dingen niet. Maar je hebt een soort kern van aanvaarding die bestond uit, ja, dat weten we eigenlijk, daar zijn we nog altijd naar op zoek. Dat is het grote mysterie van de Eerste Wereldoorlog, is het mysterie van wat die mannen deed doorgaan. Dus daar blijven we naar zoeken. Met alle een soort, bijna als archeologen zoeken wij naar een verzonken cultuur met brokstukken van brieven en artefacten en liedjes en weet ik veel wat. Proberen wij die verdwenen wereld een beetje te reconstrueren. Ervan uitgaande dat er een deel aanvaarding was en een deel dwang natuurlijk ook. Maar ja, voor mijn gevoel is dat een oneindig veel interessantere, want genuanceerdere, meer complexe manier om naar die oorlog te kijken. Omdat als je ernaar kijkt vanuit het idee dat het een en al slachtofferschap was en een en al dwang, dan bekijk je eigenlijk die generatie bijna als een willoze generatie. Dan ga je er ook een beetje zelfgenoegzaam van uit dat wij vandaag veel slimmer zijn dan die mensen. Nou, met ons zou het niet gebeuren, daar ga je zo'n beetje van uit. En dat vind ik, als historicus vind ik dat. Ik ga er graag van uit dat de mensen over wie ik het heb even intelligent zijn als de generatie van vandaag. Dus ik vind dat een veel vruchtbaarder manier van kijken. Dus het is ahistorisch om je niet in de schoenen te willen stellen van de mensen die op dat moment vonden dat ze hoe dan ook een oorlog, dat ze dat hoe dan ook tot een goed einde moesten zien te brengen. Dat was een gevoel van plicht. Dat was tragisch natuurlijk. Maar dat is niet hetzelfde als zeggen dat het een zwarte komedie is. Dus 1418 is een tragedie, maar het is geen diep zwarte komedie. Het was niet een absurde oorlog over niets.